Welkom terug, dames en heren, op de 35e editie van Foto 31. Met vanavond het kunstenaarsduo Paul en Menno de Nooier. En Paul volg ik al echt sinds de jaren 70. Het is echt ontzettend leuk om te zien dat er weer een groeiend aantal geïnteresseerden zijn ingelogd. En ook heel hartelijk welkom aan alle nieuwe deelnemers van onze maandelijkse YouTube Live webinars die wij voor jullie beschikbaar maken. Het team van Foto 31 is dan u nog steeds altijd zeer dankbaar voor de spontane steunbetuigingen zoals duimpjes omhoog en de donaties die we binnenkrijgen van jullie, zonder welke het niet mogelijk zou zijn om deze uitzendingen te blijven financieren. Dank daarvoor. Maar wist u dat Foto 31 nog veel meer doet dan dit soort live webinars? Bezoek daarvoor eens onze website. Want Foto 31 besteedt elke maand aandacht aan nieuw talent met de rubriek Talent in Focus. En zoals dit keer de fotografe Sas Schilten, die in 2019 gekozen is als een van de 3 runners-up uit maar liefst 25.000 uitzendingen bij het fotoagentschap Magnum. En ook daar mag je onze organisatie een duimpje voor geven. Maar goed, nu gaan we eerst eens kijken en luisteren naar het werk van Paul en zijn zoon Menno de Nooier. Als een eigenzinnige pionier op het gebied van creatieve fotografie en experimentele film was Paul de Nooier in de jaren 70 als een van de voorlopers van de geanceneerde fotografie. Maar geïnspireerd door de nieuwe multimedia en digitale mogelijkheden kozen Menno en Paul sinds eind jaren 90 bewust voor een mix van fotografie, van video, van schilderkunst, installaties en performances. Nou, Menno en Paul die worden vanavond geïnterviewd door onze redacteur Pieter van Leeuwen. En het gesprek is opgenomen te midden van hun studio in Zeeland. Het is overigens ook goed te weten dat het iFilmmuseum in Amsterdam binnenkort de première van de 3 nieuwe films van Menno en Paul zal laten gaan zien. En dat zijn als eerste is Heaven Blue, als tweede Bye Bye en als derde Winter. Nou goed, mensen, het gesprek gaat een uur duren en Menno en Paul die zijn vanavond live aanwezig om met u alle vragen te beantwoorden in de chat. Dus voor nu alle aandacht voor het bijzondere werk van dit kunstenaarduo Paul en Menno de Nooier. En ik zie jullie over een dik een uur weer terug. Tot zo! Goeiedag en welkom Menno de Nooier. We zijn bij jou op bezoek. De setting is de Zeeuwse boerderij in de buurt van Goes, met daarin de studio waar jij en je vader werken. En ja, vertel me eens, wat is jouw rol hier? Er zijn natuurlijk verschillende dingen die we doen. We werken hier. Maar je moet ook tegelijkertijd, er zit 2,5 hectare grond bij, moet ook onderhouden worden. En dan heb ik sinds een aantal jaren ook nog bed and breakfast. En dat run ik ook nog. Dus het is, ik moet mijn tijd wel verdelen daartussen. En dat is wel jammer. Sinds de bankencrisis is het opeens veel moeilijker geworden. Nou, dat hoor je natuurlijk van iedereen. Maar is het veel moeilijker geworden om in je levensonderhoud te voorzien als kunstenaar? Of, en vandaar dat ik begonnen ben met de verhuur aan toeristen. Ja, deze studio, daar werk je samen met je vader in. En jullie hebben een heel bijzondere samenwerking, om het maar zo te zeggen. Want jij, ja, het is je vader en jullie lijken als kunstenaar bijna één persoon. Kun je een beetje vertellen van ja, hoe dat werkt? Ja, dat is natuurlijk heel lang hebben we dat alle twee, Paul, zowel Paul als ik, hebben het daar niet zo over willen hebben, omdat we dat niet zagen als issue. Maar omdat nu het einde van de samenwerking naderbij komt, gaat het daar veel meer over en denk ik er ook veel meer over na. Voor mij, ik ben natuurlijk
vanaf het allereerste begin dat ik kon lopen en er was, was ik onderdeel van het werk van Paul. Dus, dus voor mij was het heel gewoon en is het nog steeds heel gewoon. Hoewel ik me nu de laatste jaren, maar dat is nog maar de laatste paar jaar, pas me echt realiseer dat het totaal niet gewoon is. Maar ik, als ik dan terugdenk aan toen ik bijvoorbeeld op de lagere school zat, dan als ik bij vriendjes of vriendinnetjes thuis kwam, dan vond ik het daar maar heel saai. En ik vond het thuis eigenlijk leuker. Natuurlijk, ik had niet veel vriendjes en vriendinnetjes, maar wel, nou, ik had één vriendje en één vriendinnetje. Maar ja, dan nog, dan kwam je daar thuis en dan was, ja, het was zo'n soort, ja, hoe zeg je dat, modelhuishouden. En de vader die was aan het werk en de moeder was dan alleen thuis. En ja, er stond een televisie en een bank en eettafel en verder niks. Maar bij ons was dat altijd anders. Ik bedoel, wij woonden waar Paul ook altijd werkte. Dus het atelier was niet ergens anders. Nee, het atelier was thuis. En in zijn werk gebruikte die, nou ja, en mijn moeder en mij en soms nog een broer of een vriend. Dus ik ben, het is voor mij gewoon zoals ik opgegroeid ben, zoals dat voor ieder kind trouwens is. Als je het kind bent van een vluchteling, dan vind je dat ook gewoon. Dan als kind dan ga je daarin mee. En de reden waarom dat goed is gegaan is, ja, dat is natuurlijk vrij lastig uit te leggen, maar ik ben niet een standaard puber geweest die heel erg boos werd op zijn ouders en de deur achter zich dicht sloeg en alleen het leven inging. Dus wij zijn altijd samen blijven werken, zou ik maar zeggen. Dus het was, hoe klein ik ook was, ik werd altijd ingeschakeld. Dus of om dingen te dragen of om de camera soms te doen als Paul het niet kon of mijn moeder het niet kon. Wij gingen dus niet standaard naar het strand in het weekend of naar een familiefeestje. Nee, dan werden er foto's gemaakt of een film. Dus als we naar het strand gingen, dan moest er een statief mee, dan moest er camera mee, dan moest er kleding mee. En schmink. En dat is voor mij gewoon. En dat is natuurlijk voor vrijwel niemand anders zo. Maar wat was je vraag? Hoe de samenwerking ja, precies, is, zoals dat gaat. Het lijkt eigenlijk een beetje op hoe het op boerderijen vaak gaat. Hè? We zitten hier op een boerderij natuurlijk, op die Zeeuwse boerderij. Hè, waarbij de zoon ziet wat er allemaal gebeurt. En het bedrijf uiteindelijk van vader overneemt. Ja. Met grote vanzelfsprekendheid. Maar die vanzelfsprekendheid is hier natuurlijk niet. Maar ik denk dat je wel goed hebt uitgelegd van hoe dat werkt. Je bent ook kunst gaan studeren, om het maar zo te zeggen. Hier in Nederland en in de Verenigde Staten. Hoe zag dat werk eruit? Hoe zag jouw studiewerk eruit? En jouw werk van vlak na de studie? Mm. Was dat gerelateerd aan het werk van wat jullie samen maken? Of heeft het daar helemaal geen relatie mee? Nou, ik wilde natuurlijk eigenlijk nooit kunstenaar worden. Eigenlijk wilde ik boer worden, vreemd genoeg. En dan biologische boer. Maar omdat er geen boerderij in de familie was, dan is het in Nederland heel moeilijk. Dus toen heb ik op het laatste moment. Dus ik ben in Wageningen gaan kijken op de landbouwhogeschool. Maar toen moest ik nog in dienst naar de middelbare school. Behalve als je dan meteen een studie ging doen. Maar ja, Wageningen ging niet. En toen dacht ik van nou, dan ga ik maar naar een kunstacademie. Maar dan wilde ik geen fotografie of film, maar handvaardigheid. Dus ik heb hout bewerken, keramiek gedaan. En de eerste jaren waren heel algemeen. Dus kreeg je alle tekenvakken ook. En er was één tekendocent en die, hoe zeg je dat? Dat was erg saai. Het was een hele saaie man en heel veel van mijn klasgenoten gingen niet naar zijn les. En
ik ben wel altijd heel streng voor mezelf. Dat komt denk ik wel door, door de opvoeding. Dus ik had zoiets van, ik moet naar die lessen gaan. En als de docent niet interessant is, dan moet ik het proberen voor mezelf interessant te maken. En toen dacht ik wel aan, uit mijn herinnering, wat ik heel leuk vond, was dat Paul films maakte. En soms waren dat stop-motion films. Dus dan zat je in een decor als dit. Dus dan was er een camera, nam je één beeldje, dan veranderde je wat. Nog een beeldje, veranderde je wat. Maar toen had Paul al een hele tijd niet gefilmd. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik voor dat tekenvak ga ik filmen. Maar ik wilde het niet in een groot decor, maar ik had een kartonnen doos. En daar ben ik in gaan filmen. En dus uiteindelijk was, toen ik klaar was met de kunstacademie, handvaardigheidsdocent was ik voor opgeleid. En nog even terug naar de academie. Tijdens een van mijn beoordelingen vroeg men aan mijn houtbewerkingsdocent van, ze waren alle docenten bij, van, goh, heb je dit wel alleen gemaakt? En dat vond ik wel heel pijnlijk. En dat soort situaties die zijn me wel blijven achtervolgen. En dat komt natuurlijk door de samenwerking. Omdat Paul al bekend was. En omdat ik dan mee ging doen, was het... Is dat wel erin gebleven dat mensen dachten dat hij alles bedacht? Of dat, Ben je meteen gaan meedoen? Nee, want ik dus na de academie ben ik naar Amerika gegaan. Toch een beetje als puber, zou ik maar zeggen, die afstand wil van zijn ouders. Maar ik heb het verkeerde land gekozen, want Amerika bleek absoluut niet bij mij te passen. Dus ik vond het heel moeilijk, de mentaliteit van de Amerikanen en de discriminatie. En ik vond het verschrikkelijk. En terwijl ik daar was, kreeg Paul een opdracht en dat kon hij niet alleen doen. Toen heb ik hem geholpen en toen zijn we eigenlijk... Daarvoor hadden we al de eerste films samengemaakt. En dat sloeg zo aan dat er allemaal aanbiedingen kwamen om hele leuke dingen te gaan doen. En toen zijn we eigenlijk zo samen gaan werken. Dus het is wel vanaf heel snel samen gegaan. En ik heb toen wel aangegeven bij Paul, want zijn nadruk lag altijd op fotografie. En ik zei, als we dan samen gaan werken, ik wil eigenlijk de nadruk op film hebben. En dus toen kwamen er dingen voor MTV en videoclips, commercials. Voor de buitenwacht spelen er een aantal dingen wat betreft jullie. En jouw vader is een hele bekende fotograaf geworden in de jaren 70. Stond vol in de schijnwerpers, internationaal. Dus zijn naam was al gevestigd. Jij kwam er naderhand bij. Het lijkt nu gewoon alsof jullie gewoon één kunstenaar geworden zijn. Hmm. Er heerst een beetje ambivalentie bij het publiek. Hè? Van alsof jij misschien een soort echo bent van Paul. Hmm. Hoe kijk jij er zelf tegenaan? Hoe voelt dat? Ja, dat is... Ik ben er wel aan gewend. Ik vind het wel jammer. Onze samenwerking, die is... Die ging over het algemeen zo dat we... Dat is nou de laatste jaren wat minder, maar dat heeft met gezondheid te maken van mijn vader. Maar dan gingen we, eigenlijk zoals wij nu zitten, gingen we 's ochtends... Want mijn ouders wonen aan die kant en ik woon aan die kant. En hier middenin werken we. Maar dan 's ochtends gingen we in het midden zitten tegenover elkaar aan een tafel. En dan namen we de verschillende projecten door waar we aan bezig waren. En maar met doornemen bedoel ik dan probeerden we de onderwerpen of wat we moesten maken verder te ontwikkelen. En de ene dag waren we in een kwartiertje klaar en de andere dag zat je
uren achter elkaar te werken aan de projecten. En dat gaat dan... de ene keer verzon Paul het uitgangspunt en de andere keer ik. Maar je bouwt het altijd we bouwden het altijd met z'n tweeën op. Dus die samenwerking voor ons was nooit een kwestie van dat het meer van de een of van de ander kwam. Het was dus meer voor de buitenwereld. Maar het laatste project waar we inmiddels 4, 5 jaar geleden aan begonnen zijn. Toen kreeg Paul het gevoel dat hij... dat zijn lichaam het niet meer heel lang uit zou houden. En hij zei van, ik wil nu nog één keer werken zoals we... eigenlijk altijd gewerkt hebben, maar dan zonder een partij van buitenaf. Dus helemaal volledig vrij werk. En ook daar hebben we dan weer samen over gesproken van, ja, hoe pakken we dat dan aan? En toen hebben we eigenlijk teruggegrepen op zijn beginperiode als fotograaf. Toen woonden we in Eindhoven. En toen had hij in het huis... hij gebruikte de kamers die daar waren. En die kamers die waren ongeveer 4 bij 4 meter. En daar zaten dan deuren in en of een raam. En toen heb ik gezegd, van, nou, dan kan ik in de studio, dus waar we nu zitten... kan ik zo'n ruimte nabouwen en dan beginnen we daarin. En dan kijken we wat we gaan doen. En wat je dan nu hier ziet, dat is dus... ik weet niet of de camera het ziet, maar de vloer... Die begon grijs en die werd blauw en die werd wit en rood en zwart. En net zo met de wanden. En daar zitten 2 deuren in, ik weet niet of je die kunt zien, maar die kunnen dus open en dicht. En dus op zo'n manier werken we eigenlijk altijd. Dat het heel... dat hoor je natuurlijk vaak met mensen die het dan hebben over pingpongen. Hè? Dus je speelt over met een idee en dan... Op een gegeven moment dan stopt het en dan wacht je tot de volgende dag of 2 dagen later of 1 week later. En dan ga je weer door. Ja. Je werkt met je vader samen. Je moeder heeft ook een belangrijke rol in het hele gebeuren. En het is eigenlijk een familieaangelegenheid geworden. En niet alleen qua aanpak, maar... De onderwerpen. De familie is ook deels onderwerp van het geheel. Alles vloeit als het ware samen. Het lijkt net alsof het gewoon één grote organisch geheel is. Het lijkt ook alsof het kunstenaarschap gewoon bij jou gewoon, ja, van nature is gekomen. Ik denk dat een hele hoop mensen die kunstenaar worden, die kiezen daarvoor. Op een bepaald moment van, ik kan ingenieur worden of installatiebedrijf beginnen of ik kan kunstenaar worden, hè, noem maar eens wat. Maar bij jou lijkt dat niet zo gegaan te zijn. Je bent gewoon ingerold. Ja. Heb je ook wel eens het idee van, hoe zou dat bij andere mensen gaan? Hoe zou dat bij andere mensen zijn? Geeft dat onzekerheid? Ja, het is... helemaal als ik dus nu terugkijk op mijn leven, dan vraag je dat soort dingen, vraag ik me wel af. Van, zou ik weer dezelfde keuze maken met de wetenschap die ik nu heb, bijvoorbeeld? En want ik realiseer me ook nu pas dat ik dus eigenlijk op een heel... wat ik net uitlegde, heel afwijkende manier ben opgevoed en opgegroeid. Maar eigenlijk als op een soort klein eilandje. Dus ik heb wel het idee dat ik nooit heb deelgenomen aan de echte maatschappij, bijna. Dus ik heb, toen de bankencrisis begon, toen was er echt een tijdje helemaal geen geld. En toen ben ik bij een vriend van me, die richtte vakantiehuisjes in en hotels. En dan heb ik hem meegeholpen, dus dagenlang lampen op plafond schroeven en wc-rolhouders tegen de muur. En dan kom je dus in een wereld met allemaal bouwvakkers en de middelbare school. Maar dat zijn misschien de
de twee momenten geweest dat ik het meeste heb ervaren van de wereld om me heen. Dus dat vind ik voor mezelf wel heel gek. En ik heb 3 dochters, maar de oudste is 26. En toen zij moest gaan kiezen wat ze wilde gaan doen, had ze als één optie ook dat ze in de kunst iets zou gaan doen. En ze wilde eigenlijk wel samenwerken met mij, net zoals ik samen had gewerkt. En nog steeds met mijn ouders. En dat heb ik haar afgeraden. En ik heb haar gezegd, nee, ik wil dat je je eigen leven leidt. En ik zei, ik wil daar niet zo'n belangrijke rol in spelen als mijn vader en mijn moeder in mijn leven hebben gedaan. Dus misschien zegt dat genoeg. Ja. Ja. Laten we eens naar het werk gaan kijken. Het begon met in de jaren 70 bij jouw vader met montages. Het was de hippietijd. Ze hadden ook echt een hele duidelijke hippie-sfeer. En na die montages kwamen eigenlijk het soort anseneringen als waar je hier gewoon de achtergrond van ziet. Maar dan, zoals jij zei, thuis. Dus werd de kamer verbouwd en werd er behangen. En dan werden de foto's gemaakt. Dat heeft het boek Losing One's Head en Home Sweet Home opgeleverd. Klassiekers eigenlijk geworden in de Nederlandse fotoboekcultuur. Mm. Belangrijke boeken. Daarna werd het heel anders. Toen is jouw vader architectuuropdrachten gaan doen. Je had zo'n 2%-regeling. Mm. Dus als je ergens een overheidsgebouw neerzette, dan moest er altijd 2% naar de kunst gaan. Ja. Dan verwerkte jouw vader foto's, maar ook echt architectonische zaken in gebouwen, zuiltjes en dergelijke. Daar kwamen installaties uit voort. En nu zitten jullie met performances en samenwerkingen met onder andere muzikanten. Zijn jullie veel bezig. Van alles en nog wat. Dus heel erg veel. Jullie laten je niet begrenzen. Het is niet dat, noem eens wat, het weiland van de fotografie een gesloten hek heeft. Jullie gaan overal kijken. En het werk is ook zo dat je vanuit de ene discipline de andere discipline als het ware becommentarieert. Jullie hebben films gemaakt over fotografie. Zoals, ik weet de naam even niet van die film, maar er is een film waar At One View, denk ik, of Nobody Had Informed Me. Nobody Had Informed Me, daar wordt gesproken over fotografie. En in At One View wordt eerst in een familiealbum foto's aangewezen. Nee, dat is een review. Dat is review, ja. Yeah. Dus er worden foto's aangewezen, alsof het het oeuvre van je vader, alsof dat een fotoalbum is, wat ergens ook klopt. Want er staat ook voortdurend familie op de foto's. Je moeder, een oom. Ja. Over die film kan ik wel wat zeggen. Want je omschrijft het goed, dat daar een hand wijst letterlijk aan, hè, in beeld. En hij was uitgenodigd in Arles, Zuid-Frankrijk. Daar was ieder jaar zo'n foto-happening. En dan was hij een van de gasten. En toen werd hij gevraagd om zijn werk daar te presenteren. En toen zei hij, ja, hoe moet dat dan? En toen zei ze, nou, dan zit er een zaal met 1500 mensen en Dan was het de bedoeling dat hij dia's zou laten zien en dan over zou praten. Maar dan vond hij veel te eng. Dus hij zei, ja, dat kan ik helemaal niet, want ik sla gewoon dicht als ik zelfs voor 20 mensen sta al. Dus hij zei, maar mag ik een film maken? Dus die film is eigenlijk bedoeld om zijn fotowerk te laten zien aan een groep geïnteresseerden. En dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld van hoe we dus hoe we van het ene medium naar het andere gingen. Want zo zijn we ook bij performen. Want dit is al bijna een performance.
Maar zo zijn we ook letterlijk in een performance terechtgekomen. Dat we op een gegeven moment werden we uitgenodigd aan de hand van een film om een film te maken voor een festival, een buitenfestival in Vlaardingen was dat. En toen hadden we een film gemaakt. Toen zeiden we, nou, hier heb je de film. Dan stop hem maar in de projector en dan draai je hem. En dan moet iemand hem terugspoelen en dan opnieuw draaien. Toen zei ze, nee, dat is niet de bedoeling. Jullie moeten er wel zelf onderdeel van uitmaken. En oh, ja, daar hadden we niet op gerekend. Want er was natuurlijk helemaal geen budget voor. Maar goed, dat hebben we dan uiteindelijk toch gedaan. Dus we projecteerden toen op onszelf. Ze stonden voor een doekje. Er was één projector van de achterkant. Eén projector van de voorkant, doekje hier. En wij stonden, Paul en ik stonden hier. En die projector die projecteerde precies op onze lichamen. En daarachter was een landschap. Nou, dat werkte zo. Ja, voor het publiek, dat zagen we dan. Het werkte zo goed dat we op die manier dan in de performancehoek terechtkomen. Dus toen zijn we allemaal voorstellingen gaan doen. Dus zo, dat is dan eigenlijk puur toeval dat we van het ene medium weer naar het volgende medium gingen. Terwijl het laatste werk wat we dus hier gemaakt hebben, dat is wel helemaal terug naar het begin. Dat is alleen maar met mijn ouders, dus Paul van Zwazen en ik, in één kamertje, in één ruimte en we hebben alles met z'n drieën gedaan. En dus niks van met andere mensen. Ja, wat dat betreft is de cirkel dan rond. En het is ook werk waarbij allerlei disciplines worden gecombineerd. Want ja, je noemt het een film. Hè? Dat is van het project waar je nu aan heette, dat is Heaven is Blue. Is Heaven Blue? Is Heaven Blue, sorry. Je noemt het een film, maar het zijn eigenlijk bewegende foto's. Het is stop motion. En de film barst ook van de foto's. Het zit helemaal, voortdurend heb je foto's in beeld. Ja. Die getoond worden, waar dingen mee worden gedaan. Die andere functies krijgen dan normale foto's krijgen. Jouw vader wordt op een bepaald moment een foto. Je ziet allemaal van dat soort dingen in de films en in de performances gebeuren. Waarbij je eigenlijk ook allerlei dingen over fotografie, jullie allerlei dingen over fotografie zeggen. Ja. En want om op dat eerste filmpje terug te gaan, er wordt gedaan alsof de kunstwerken in een familiealbum zitten, alsof het een familiealbum is. Vervolgens worden de foto's verscheurd. Vervolgens worden de foto's trots getoond. Wat natuurlijk allemaal aspecten zijn van het kunstenaarschap en die waar mensen het meestal gewoon in woorden over hebben. En jullie laten het dan zien. Ja. Je bent heel goed gebekt, hè? Dat merken we bij dit interview heel goed. Maar misschien nog wel beter om het gewoon met beelden te laten zien. Ja, ik vind het juist heel moeilijk om in woorden uit te drukken. Dus ik doe het liever met beelden, ja. Met fotografie. En dat laatste project is Heaven Blue. Dat gaat over afscheid nemen. Dus de eerste film, nou, dat is... Ik weet niet of ik dat kan laten zien, hoor, maar dat is in het boek. Dus uit 1970, daar zie ik dus als kleine jongen. Dat is het allereerste begin, zijn we met z'n drieën. En nu, aan het einde, wat je net al zei, verandert Paul dus in een foto. Omdat het gaat eigenlijk over zijn afscheid. Hè? Dus dat, ik moet afscheid nemen van hem, hij van mij, hij van zijn vrouw, van mijn moeder. Ik van mijn moeder, want zij krijgt de problemen met de hersenen, dus Alzheimer. Dus hij verandert in een foto. Ik pak die foto op. Ik stop hem in de koffer. De koffer die al in Paul's werk van begin af aan een rol speelt. En dan neem ik hem mee. Dus ik neem mijn verleden mee en mijn ouders en mijn opgevouwde vader in die koffer. Naar de toekomst. Het veld waar jullie het over hebben is heel erg breed geworden. He, jullie hebben het over dingen die in de buitenwereld gebeuren. Noem eens wat kunst. Er zijn foto's die spelletjes zijn en filmpjes die
spelletjes zijn met de logica. Hè, waarbij desoriëntatie een rol speelt. Daarnaast gaat het heel erg over de binnenwereld. Hè, over allerlei fantasieën, associaties, gevoelens over allerlei zaken. Maar ook heel erg sterk over de privéwereld. Het lijkt mij enorm ingewikkeld om dat zo te doen. Hoe werkt dat voor jullie? Ja, dat is ook wel ingewikkeld. Dus het is al moeilijk om samen te werken. Dus met iedereen is dat moeilijk. Dus ook met je ouders is dat niet altijd makkelijk. En voor hun met mij ook niet. En dan, zoals je al zegt, wat hou je privé en wat hou je niet privé? En wat laat je zien en wat laat je niet zien? Heel lang is eigenlijk het privé... is heel erg privé geweest. Dus ik wist over privé dingen, dus qua gezondheid of gevoelens of zoiets... wist ik eigenlijk niet zoveel van mijn ouders en zij van mij niet. Maar ja, op 16 jaar of 17 jaar geleden werd er uitgezaaide prostaatkanker geconstateerd bij Paul. En toen is dat wel... dan ontkom je er niet aan. Er zijn natuurlijk nog steeds mensen die daar dan niet over willen praten, dat ze kanker hebben. Maar ja, dat is bij ons geen probleem. Dus die laatste film die gaat daar ook over. De laatste jaren, een hele voorstelling ging daar ook al over. Over het ziek zijn en hoe artsen daarop reageren. En je omgeving. Dus ja... Inmiddels is het heel erg verweven en is er niet zoveel privé meer wat we niet van elkaar weten. Voor mij is er en mijn ouders nog een kind gekregen. Maar die heeft maar 2 uur geleefd en is door een of andere rare fout waarschijnlijk overleden in het ziekenhuis. Dat is nou tot een jaar of, wat is het, 8 geleden, heel erg onbesproken geweest. En omdat mijn toenmalige vriendin daar in een documentaire die ze heeft gemaakt het over had, is dat naar boven gekomen. En nu is daar wel ruimte voor, ook om dat te bespreken. En dat blijkt ook veel meer invloed gehad hebben op ons aller leven dan we, denk ik, allemaal dachten. Dus het is wel ingewikkeld van de samenwerking. Ja. Met je ouders. Dat lijkt mij ook. En het heeft ook, je hebt er ook een hoop durf voor nodig om dat zo te brengen. Ja. Wat blijkbaar in de loop van de jaren ook is gegroeid. Ja. Nou, en een ander aspect, dus ruzies, die hebben we eigenlijk altijd heel erg vermeden. Dus dat kan ik me niet herinneren dat we... Dus dat werkt voor ons niet. Dus daar gingen we dan allemaal automatisch met een heel grote boog omheen. Dus als er iets dreigde, dan... En ik weet niet of dat goed is, maar dat is nou eenmaal zo gegaan. Dus ruzies hebben we eigenlijk nooit gehad. Er is... Niet zo lang geleden is er een confrontatie geweest. Een paar weken terug. En dat is meteen dan ook heel onplezierig. Maar daar kunnen we niet zo goed mee omgaan. Oké. En dat valt ook niet met kunstwerken van je af te... Nee, maar ook... Dus als er ruzieachtige situaties met anderen... Want we hebben met heel veel mensen samengewerkt. Maar zodra er een ruzie kwam, dan was dat ook wel heel lastig. Oké. Om er overheen te stappen. Dus dat hebben we niet geleerd. Ja. Terwijl jullie erg open zijn over alle andere zaken. Ja. Tegelijkertijd gaat het ook over dingen in de buitenwereld. Hè? Want jullie hebben onlangs ook nog een filmpje over corona gemaakt. Ja. Maar dat dan ook eigenlijk ook wel weer uitgaat van het persoonlijke gevoel. Ja. Als je naar jullie kunstwerken kijkt, dan zitten er ook allerlei citaten in van andere kunst. Ja. Van Laurel en Hardy tot
Pina Bausch tot David Lynch, Karel Willink, de surrealisten. Ja. Francis Bacon, schilder. Francis Bacon, ja, dat is hier op deze cover nog, ja. Nog mooi te zien. Ja. Ja. Dus ja, dat speelt ook een rol. Ja. Het zijn echt citaten ook. Het is, jullie nemen de beeldhouwer een deel over. Ja. Maar je laat ook gewoon dingen zien echt helemaal in hun stijl. Ja. Jullie citeren ook heel erg uitgebreid jullie eigen werk. Ja. Want hier liggen ook foto's van vroeger die in de laatste film ook weer gebruikt zijn. En ja. Dat is niet iets ongewoons. Dat gebeurt voortdurend ja. bij jullie. Ja. Hoe voelt dat om zo te werken? Want eigenlijk pak je de hele tijd dingen terug om iets nieuws te brengen. Ja. Wat is de functie van het citeren? Ik moest meteen denken aan... ik weet niet, kan ik even opstaan om iets te laten zien? Ja, wat mij betreft wel. Dit is een hele stapel foto's uit een familiealbum. En die worden ook gebruikt in de laatste film. En toen ik op het allerlaatste shot van de film sta ik in Noorwegen. In allemaal rotsblokken om me heen. En dan ligt dit op de grond. Dus dat is mijn... uit het familiealbum. Dus je ziet hier dat ik een baby ben. En die liggen daar allemaal om me heen. En dat voelde wel heel gek. Om daar... ben ik dan 54. En dan opeens dan sta ik op mijn jeugd. In mijn jeugdherinneringen. En... dat was een heel emotioneel moment. Ik weet niet precies... ik realiseerde me daar... dat ik dus op het punt sta om afscheid te nemen van mijn ouders. En terwijl die foto's dan zo levensecht, zo groot, lag helemaal om me heen. Dus ik stond daar echt met brokken in mijn keel. En zoals je zegt, ja, we gebruiken dat vaak, hè? Dus het recyclen. En wat is de functie daarvan? Het krijgt voortdurend een nieuwe betekenis. Ja. In ieder geval, dit zijn ooit echte familiealbumfoto's geweest... die aan de buurvrouw en aan de ooms en tantes werden getoond waarschijnlijk. Ja. En verder niet. Waarschijnlijk helemaal niet met het idee van... dit heeft iets met het werk te maken. Nee. En nu ineens wel. Ja. En daarmee wordt de manier waarop je naar die foto's kijkt... voor jou is dat heel anders geworden. En voor... als wij naar die film kijken straks, als die af is... Ja. is dat ook heel anders dan het babytje op schoot... van wat in ons eigen familiealbum zit. Ja. Het hele oeuvre van... dat begon bij Paul en op een gegeven moment gingen we samenwerken. En tot nu toe gaat natuurlijk over de familie, gaat over onszelf. Dus alles van jong, van kind tot... ik ben nu bijna 55... En mijn ouders staan echt aan het eind van hun leven. Dus het is... dat is denk ik de functie. Dat je... Dat is nou eenmaal ons werk. Wat we laten... We proberen al die jaren iets van... te laten zien van wat ons bezighoudt. Wat wij belangrijk vinden. En... daar hoort het terugkijken in het familiealbum bij. En... maar ook het afscheid nemen en het afscheid moeten nemen van je lichaam, van je kracht. Van, dus dat is ook de reden dat Paul er nou niet de hele tijd bij zit, omdat hij het gewoon niet meer volhoudt. Maar het is misschien een mooi moment om hem even te vragen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Zullen we dat doen? Ja. Zal ik even hem halen? Kan dat?
Ja. Ja, ik sta net uit het blazen van allemaal uitzoekwerk voor de. We hadden jou hier gepland, dan had je nog een beetje afstand. Is dat goed? Nou, we hebben het over de rol van de familie in het werk. Die zit er eigenlijk al vanaf het begin af aan, zit de familie erin. Eerst als figurant. En daarna heb je gespeeld met het idee van, ja, mijn werk is eigenlijk een soort familiealbum. In het boek Home Sweet Home bijvoorbeeld. Het speelt het heel erg. Het reflecteert over de eigen familie, maar ook over families in het algemeen. Het gaat soms over burgerlijkheid en seksualiteit, dat soort zaken. En nou komen deze foto's ineens in de film terug. Hoe zie jij dat? Hoe werkt dat voor jou? Want die zijn niet zo bedoeld. Het zijn niet bedoeld als kunst. Ze zijn niet bedoeld als kunstwerken. Nee, maar misschien de andere werken ook wel niet. Het is toch meer reflectie van wat je. Dus de fotografische reflectie van wat je doet op een bepaald moment. En dan moet ik zeggen dat de foto's die op de grond liggen. Ik maakte in principe. Dat kwam niet zo vaak voor. Dus ik wilde eigenlijk niet. Geen vakantiefoto's maken. Want dan begon ik echt te werken. Dus aan de foto's is wel net zo gewerkt. Als aan. De werken die wat bekender zijn en in een galerie of een museum terecht zijn gekomen. Dus wat dat betreft is het hetzelfde. Heel vaak op vakanties nam ik bewust geen camera mee. Want ik wist als er een vakantiefoto gemaakt zou worden, dat ik dan aan het werk zou gaan. Dan gaat in mijn hoofd gaat het meteen aan de gang van hoe kan dit het beste en waar moet ik staan en. Wat wil ik ermee en hoe ziet het eruit zoals ik het eruit. Hoe krijg ik het voor mekaar dat het er zo uit gaat zien zoals ik graag wil dat het eruit gaat zien? Net wat verder dan de gemiddelde vakantiefoto. Dus ik nam heel vaak niet mee. Want dan was ik vrij van de camera. Ja, jullie werk is heel erg geanceneerd. Dit soort dingen, dit soort foto's zijn natuurlijk niet geanceneerd. Als je terugkijkt in de loop van de jaren, dan zitten er maar weinig foto's in die waarin niks veranderd is voor de camera's. In Losing One's Head staat geloof ik een foto van Bretagne, een landschap. Zo zijn er nog een paar foto's. En nu komen deze foto's komen naar boven, die zijn niet geanceneerd. Verder is alles gaat om anceneren en. Dingen uit je fantasie laten zien en dingen uit de werkelijkheid via een omweg laten zien. Jullie waren er super vroeg mee, want de geanceneerde fotografie die werd ineens heel erg populair in de jaren 80. Allemaal fotografen over de hele wereld, maar vooral in Nederland die daarmee bezig waren. Terwijl jij was toen al lang daarmee bezig. En je was er al zo lang mee bezig dat ze vonden dat je er niet eens bij hoorde. Bij wijze van spreken. Ja, dat heeft wel een beetje geprikt, moet ik zeggen. Dan kwam er een prachtig grote tentoonstelling. En dan denk ik, ja, hier had ik toch bij moeten hangen. Misschien in een ruimte apart of zo, als voorloper. Dus dat. Ik heb dat wel eens moeilijk gevonden. Het is verder absoluut ook onbelangrijk, natuurlijk. Want het werk wordt er niet beter of slechter van. Maar het was vroeg en zelfs in 1966, toen wij, Françoise en ik, woonden in een zomerhuisje. Overigens, zomers moesten we eruit, want dan kon de eigenaar meer geld, meer huur vangen. Dus we zijn er twee keer met al onze spullen uitgegaan om
We zaten dus vooral herfst, winter, voorjaar. Naast een weidje met een muziektent, die niet meer gebruikt werd. Het was in Leende, vlakbij Eindhoven. Daarvoor gingen de Leendenaren op zonnige zondagmiddag naar dat weidje om naar de plaatselijke harmonie te luisteren. Maar dat stond leeg. Daar maakte ik in 1966 gebruik van. Er was wat troep opgeslagen. Een kapotte bank en houten kozijnen en dergelijke. En daar begon ik met die spullen te schuiven. En bouwde ik de eerste geanceneerde foto's. Van die tijd is het al. Dat is meer dan 50 jaar. Ja. Dat is 55 jaar. Ja. In de kunstwereld is het. In de kunstwereld draait het altijd om de laatste mode, om het maar zo te zeggen. Nou, laat ik het vriendelijk zeggen, om veranderingen. En de geanceneerde fotografie, die kwam toen op en werd in de musea en in de galeries erg interessant gevonden. En dat was in de jaren 80 was dat natuurlijk ook zo. Daarna niet meer. Dus jullie hebben eigenlijk met z'n tweeën 30 jaar lang, vanaf rond 1990 tot nu, geanceneerd werk gemaakt. Terwijl het eigenlijk gewoon de schijnwerpers vanuit de kunstwereld hoofdzakelijk op ergens anders naar schenen. Hoe voelt dat? Hoe is dat? Maakt het uit? Dat is een lastige, want het maakt uit en het maakt ook niks uit. Want je wil maken wat je... Of je moet zelfs maken wat je wil maken. Dat staat bovenaan. Ik zou niet anders kunnen. Dus het is niet zo omdat er geen aandacht meer voor is, dat ik dat werk niet meer zou maken en dan wat anders ga doen. Dus het moet wel. Van de andere kant is het onhandig. Want er zijn in die periode wordt er weinig naar tentoonstellingen. Er worden weinig gevraagd. En dat is lastig, want dan betekent ook dat je wat voorheen, waar wij van konden, ik en wij samen van konden leven, de verkoop van je werk, omdat er aandacht voor is, dat begon weg te vallen. Maar dat hebben we dan wel opgevangen, denk ik, door het theater in te gaan, om het zo om performances te geven. Want dan bouw je ook op. En vaak waren het projecten die in een paar weken tijd ontstonden. Dus met bestaand materiaal, filmmateriaal, dia's. En in die 3 weken werd er ook nieuw materiaal gemaakt. En dat mondde dan uit in een voorstelling met muzikanten die ons toebedeeld waren. En dansers die ons op dezelfde manier aangereikt werden. Maar het is vreselijk interessant, want dat ligt heel dicht bij dat, bij die geanceneerde fotografie. Want je moet in korte tijd bouwen. Ja. In elkaar zetten. Maar het heeft wel een nadeel wat je net al aanstipte. Dat we er dus niet zo van kunnen leven. Een aantal jaren al. En dat, daarom ben ik ruimtes gaan verhuren aan toeristen. En dat is ook weer jammer. Want dat gaat weer van je tijd af. Dat je kunt werken aan aan het vrije werk. Dus dat is wel. Maar jij noemde het ook al. Dat betekent niet dat we om die reden ander werk gaan maken. Of we gaan niet opeens iets maken waarvan we denken, nou, misschien willen mensen dit wel aan de muur hebben hangen thuis. Of op kantoor. Dus dat is ja, zo. Nee, in tegendeel zelfs. We weten bij voorbaat dat we nu fotowerk maken wat men juist helemaal niet aan de muur wil hangen. Dus ik hou daar absoluut geen rekening mee. Dus de enige die het aan de muur willen hebben hangen zijn we zelf, denk ik. En een enkele andere hoor, er zijn verzamelaars die heel trouw gebleven zijn.
en kopen. En ook nieuw. Ik was heel verbaasd. We hebben het vrij recent een grote en een wat kleiner fotowerk verkocht. Aan particulieren. Waarvan je dus niet zou verwachten dat ze het zouden doen. Maar die daar allebei buitengewoon gelukkig mee zijn. Ja, je verwacht eigenlijk niet dat het zo gaat. Hè? Ja, als buitenstaander zou ik denken van nou, de winkel die loopt hier volop. Hè? Met een van de foto's van jou, die zit in de Nederlandse kanon van de fotografie. Hè? Dus ja, het is in de geschiedenis is het gewoon een soort mijlpalenwerk. Hè? Dus je zou denken van dat gaat gewoon door. Maar dat is dus helemaal niet zo, dat het zo werkt. Nee, ik heb voor dit laatste project een hoe heet dat, werkbeurs aangevraagd bij het Mondriaan. Mag ik natuurlijk eigenlijk niet mopperen, maar dat is afgewezen, want het werk was niet interessant genoeg. Ja. En we vragen zelden iets aan. Ik denk dat we totaal tot nu toe 5 keer iets aangevraagd hebben. Ja, of zo. Zoiets, ja. Omdat de afwijzing is wel heel zwaar om te verwerken iedere keer. Dus dat doen we eigenlijk niet. Maar ik dacht, nu vind ik het heel belangrijk dat we dit laatste project kunnen afmaken. En dat ik 2 jaar niet aan toeristen hoef te verhuren. Maar dat is niet gelukt. Het was niet interessant genoeg. Ja. Laten we even van dit onderwerp afgaan, want we worden er een beetje somber van. We hebben het er al eventjes eerder over gehad, over ideeënvorming. Nu zitten jullie er alle twee. Jullie vormen die ideeën, die vormen jullie samen. Maar hoe werkt dat? Hoe krijg je een idee voor een foto? Komt dat ineens opborrelen en pats, is het er? Of is dat iets waar je aan werkt, wat zich langzaam ontwikkelt? Of pingpongen jullie met z'n tweeën daarover en ontstaat zo een idee? Ja, hoe gaat dat? Het wisselt. Ik kan wel een voorbeeld geven van het pads moment. Ik zei al dat het met de hersenen van mijn moeder wat minder goed gaat. En van het een op het andere moment kon ze niet meer schrijven. Inmiddels kan ze het weer wel. Maar dat moment dat je dus merkt dat je moeder en je vrouw niet meer kan schrijven, dat is heel confronterend. En dat is dan wel iets waarvan wat dan op ons wel zo werkt, dat we daar iets van zouden willen maken. Dus dan kwam jij kwam denk ik met dat idee. Hè, Ja, maar dan is het pingpong. Okay. Op dat moment is het pingpong. Dan zitten we letterlijk aan tafel. Ieder aan de kant, ik heb een werkboek. En dan praat je, Menno is meestal, houdt hij het op zijn laptop bij, dus die schrijft en ik teken. En dan gaat het heen en weer en uiteindelijk is het ook achteraf gezien moeilijk aan te wijzen waar nou wie wat heeft bedacht. Dan zou je dat steeds bij moeten houden. Maar er is ook iets, ik was de afgelopen week niet zo best, dus ik belandde in bed. De medicatie is veranderd. Die staat haaks op de medicatie die ik daarvoor had. Dus in plaats van een 14-jarige puber voelde ik me een 104-jarige oude man. Zo, dat is echt het effect. Okay. Heel veel testosteron, een overdosis. En dat helemaal weg. Nou, ik... Niet leuk. Ja, die 14-jarige puber, dat was leuk hoor. Dat had leuke kanten, dat moet ik wel zeggen. Dat wil je dan weer wel zijn. Maar met die nieuwe medicatie die ik al eerder heb gehad, ontstonden de nachtmerries. Sommige beelden onthoud ik ervan. Dus dat komt de volgende dag. Dat komt in dat schetsboek terecht. En daar praten we dan ook weer over. En één daarvan is dat ik stond met een uitgegeven boek. Of er nou in dat boek is niet open geweest, maar mijn naam stond erop. Het heette niet Is Heaven Blue? Met een vraagteken. Maar het heette Har. Nou, het ontwerp klaar. Dus
In blauwe letters, overigens. Kapitalen. Onder elkaar. Har. En dan mijn naam. En ik stond daarmee. Dat zou de aanleiding kunnen zijn om iets te maken. Ik heb al gegoogeld, want je weet, soms heb je, dan droom je iets wat je toch de dag ervoor of een half jaar daarvoor. Een soort echo die je al gestegen bent. Wat je gezien of gelezen of gehoord. En wat je kennelijk moet verwerken. Maar in dit geval heb ik ben nog geen boek of film gekomen die Har heet. Dus, nou ja. Maar dat zou kunnen zijn dat dat de volgende korte film zo heet, bijvoorbeeld. Zo werkt het ook. Hoe belangrijk is het om origineel te zijn met een idee? Oh, dat is een hele lastige. Want ik heb wel eens gedacht origineel te zijn, en dan bleek er een Japanner, dus aan de andere kant van de wereld, op hetzelfde moment vrijwel. In dit geval gaat het over film. Met soortgelijke ideeën een 16mm film gemaakt te hebben. Dus ik weet niet, het gaat er meer om, denk ik, wat je met een idee doet. Dan dat het volkomen uniek is. Want volkomen uniek tegenwoordig is denk ik buitengewoon lastig. Het is veel meer hoe je het verbeeldt, hoe je het uitwerkt, hoe je het vormgeeft. Maar het is aan de andere kant natuurlijk wel zo dat als je iets in je hoofd hebt of je wil iets gaan maken en je ziet het toevallig dan, als je gaat googlen en je ziet het al wel gemaakt, dan weerhoud je dat ervan om het dan alsnog te gaan maken. Dus dat wel, je probeert het wel. Het is wel de bedoeling om origineel te zijn, maar... Ja. Nou, wat er net werd gezegd, is het lijkt het me ook wel heel erg spelen dat jullie gewoon bepaalde dingen waar jullie het gewoon over hebben. Gewoon omdat je het er graag over wil hebben. Ja. Je hebt erover gedroomd of je hebt het meegemaakt. Ja. En dan is het ineens belangrijk om achter die camera of met die camera of op anderszins iets mee te gaan doen. Ja. Dus dat voorgaat op die originaliteit. Ja, nou, dat is een korte film die we vrij recent gemaakt hebben. Die heet Bye Bye. En die is gebaseerd op Laurel en Hardy. On Vacation? Of nee, A Perfect Day. A Perfect Day. Dus die gaan in het origineel stappen ze in een auto met hun partners, hun vrouwen. En ze proberen weg te rijden. En ze zwaaien naar de buren en zeggen bye bye, bye bye, bye bye. Met die hoge piepstemmen. Maar ze komen maar niet weg. Iedere keer gaat er iets mis met die auto. En dat is een beetje tragisch, omdat het lukt ze niet om weg te gaan. Maar in onze variant probeert Paul op een fiets te stappen. Maar dus in zo'n pak wat daar hangt. En wit gesminkt en zonder schoenen. En maar een prachtige zomerdag hier buiten. Licht. Wat gefilterd wordt door de walnoten, boombladeren. Het is echt een schitterend soort hemels ding. En je hoort wel geroezemoes op de achtergrond. Dus het lijkt een soort feestje, alsof er een groot gezelschap is die het leven viert. En daar duiken dan vijf personages op. Net zo gekleed. Ze kijken naar elkaar en dan zegt... Ik zeg dan bye, bye, heel vrolijk. Maar ik ben al bezig met op mijn fiets te klimmen, wat niet goed lukt meer. En zij ook bye. Nou, dat gaat zo door. In het begin is het heel humoristisch. En dat wordt dan pijnlijk, want je ziet dat die man dat echt niet meer kan. Die zakt tegen die boom, hij komt erop en dan valt hij om en dan leunt hij tegen de boom en dan probeert hij te trappen. Maar dat lukt niet. Dus het wordt alsmaar verdrietiger eigenlijk. En dat kleine gezelschap wat zich losgemaakt heeft van het grotere feestvierende gezelschap. Die lopen door die laan in, die prachtige laan in. En draaien zich nog wel een paar keer om te roepen van...
Bye. En ik uiteindelijk zak tegen die boom. Ik kom echt niet meer weg. En dat maakt het van aanvankelijk humoristisch uiterst pijnlijk. Ongemakkelijke situatie. Ja. We hebben hem al een paar keer voor het publiek gedraaid. En dan in het begin wordt er gelachen. Maar ja, even later schamen die mensen zich dan dat ze gelachen hebben. Omdat het zo pijnlijk wordt. Ja. Maar dus dat is dat origineel. Ja, we geven er een draai aan die het dan... Maar het is gebaseerd op en geïnspireerd op Laurel en Hardy. En in die film gebruiken jullie hetzelfde soort pakken. Hè, de pak dat hier hangt, als dat bij jou, als bij jou in de eerste foto's te zien waren. En in de eerste filmpjes. Dus wat dat betreft zit er ook een soort herhaling in waarvan je zou kunnen zeggen van het is niet origineel, maar het heeft weer een totaal andere betekenis gekregen. Ja. Ja, en het is ook wel, maar dat heeft mij nooit misschien wel overgehaald, dat het decor waar we in zitten. Dus we proberen toch om alle eindjes aan elkaar te knopen. En zodat de cirkel rond is. De kamer uit Eindhoven, die hebben we hier weliswaar verkleind nagemaakt. Het was ook zo'n kubus van 4,5 bij 4,5. En dit is 3 bij 3, denk ik. Ja. 4,5 bij 4,5 met die animatie, dat is heel bewerkelijk. Begonnen we te denken, want het zou erin passen. We zouden erin kunnen maken. Ik ben blij dat we het verkleind hebben. En dat geeft... het geeft eigenlijk een vreselijk goed gevoel. Dat teruggrijpt. Ook in zijn vormgeving. Ja. En ook dat Van Zwaze daar weer bij betrokken wordt. Want die is natuurlijk al die tijd heel erg belangrijk geweest. Die heeft toch veel dingen mogelijk gemaakt. En heeft... veel weggehouden van wat ons zou storen. Dus die is op allerlei fronten bezig geweest om mij aanvankelijk en ons samen te laten werken. En ze zit er overigens heel vaak in en dat zit ze nu ook weer. Dus ze wordt in het nieuwste fotoboek, dat is niet van Menno en mij, want je zou het ook nog in tweeën kunnen delen. Hè? Het oude werk van mij, het nieuwe van Menno en mij. Maar het totaal is van ons drieën, dus alle drie de namen. En ik denk dat we alle drie even belangrijk zijn. Er is wel een rolverandering heeft er plaatsgevonden. Dat in de eerste foto's uit de jaren 60 met dat pak aan, die eigenlijk een soort figurant was. En dat het nu echt over jullie zelf gaat. Dus het gaat niet, daar ging het om een mannetje in een pak. En nu gaat het om de man in het pak. Ja, ja, dat is wel, dat vind ik wel mooi geformuleerd, moet ik zeggen. Dat klopt. We waren het minder zelf in het begin. Ja, hoewel in de allereerste film is het toch ook weer echt de familie. Die je ziet. En het eindigt ook zo. Maar we hadden het net over inspiratie. En dat kan dus ook muziek of een boek. Of dat kan van alles zijn wat je ontroert en bezighoudt. Of iets wat je hoort en ziet. Ja, jullie halen overal dingen vandaan. Van Pina Bausch tot David Lynch, bij wijze van spreken. Ja, hè, ja. Dat zijn twee namen. Het is echt, het is letterlijk, dat is letterlijk zo. Die hebben dus invloed, toch, op een of andere manier. En vandaar dat in de laatste jaren ook een paar hommages aan Bill Brandt en Francis Bacon. Dat zijn kunstenaars die zonder dat je ze echt namaakt, toch aanwijzbaar invloed hebben op het werk. Ja, we zitten bijna aan de tijd. Ik heb nog één afsluitende vraag. En dat is een vraag die vooral bij Menno zal liggen, gezien de situatie.
Hoe ziet de toekomst eruit? Anders. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat ik dit wel heel erg gewend ben. Ik heb verschillende relaties gehad met vrouwen. En dat, maar ik heb nu iemand gevonden waar ik heel erg een gelijksoortig gevoel krijg als wat ik gewend ben. Dus zij is heel erg bezig met haar leven en haar kunst. En daar voel ik me tot nu toe het meeste in thuis. Dus daar heb ik vertrouwen in dat ik daar gelukkig mee kan worden. Ja, samen met haar. Betekent dat, ik heb begrepen dat zij Noorwegen komt. Betekent dat je misschien dit gaat voortzetten in Noorwegen? Ja, die kans is wel groot. Oké, okay. Ik bedank jullie alle twee voor jullie tijd. Dankjewel Paul, Menno en Pieter dat jullie ons zo openhartig deze bijzondere doorkijk hebben gegeven in het leven en het werk van deze pioniers en kunstenaars te midden van hun studio in Zeeland. Nou, we gaan zo afsluiten, maar ik zie dat er nog steeds heel veel mensen zijn ingelogd en dat er veel gechat wordt. Dus ik wil jullie nog ruim de mogelijkheid geven om met Paul en Menno te blijven chatten. In de tussentijd is het goed om hier ook wel aandacht te besteden aan de sponsors, zonder welke het niet mogelijk zou zijn om deze uitzendingen te doen. Dat is natuurlijk het Pictureite Fonds en de papierleverancier Arca. Maar ook aan jullie, alle trouwe bezoekers die regelmatig ook donaties doen aan onze stichting, wil ik jullie heel hartelijk bedanken. En willen jullie weten, voor degenen die dat nog niet gedaan hebben, hoe je kunt bijdragen, scroll dan naar beneden op de tekst hieronder en meld je vooral aan op onze nieuwsbrief. Dat komt ook regelmatig voorbij. Dan als laatste, de 36e editie van Foto 31 wordt over ruim een maand uitgezonden op woensdagavond 11 mei. En dat met fotograaf en kunstenaar Kaat Stieber. En Kaat Stieber staat bekend om haar fotografie die in moderne surrealistische activiteiten schijnbaar moeiteloos vermengt met kunst uit de Nederlandse renaissance. Nou, ik hoop jullie alle over ruim een maand weer te zien. En dan als allerlaatste dank aan alle die belangeloos hebben meegewerkt aan deze uitzending. En voor nu geniet toch even van de foto's. Die zullen worden getoond door Paul en Menno de Nooijer. En ik zie jullie over dik een maand weer terug. Tot dan!